We staan in Tilburg bij Thijs, want Thijs die kan heel goed overweg met draaiorgels. En die kunnen jullie kennen uit deze video. Ja, en een leuk feitje is dat ik op zoek ben naar een reaguurder die weet wat er rijmt op draaiorgel. Ik kan mezelf niet verder dan gorgel. En je draaiorgel stond op Dumpert. Ja, ik kwam thuis. Ik had een stuk of 60 berichtjes op mijn telefoon. Ik denk, er is of iets heel erg misgegaan of iets heel erg goed gegaan. En het is goed gegaan? Ja, zeker goed gegaan. Het is heel leuk om te zien. Hoe heb je dit gedaan? Voor een draaiorgel als dit. Het speelt gewoon op normale draaiorgelboeken. Het zijn lange platen van karton, gevouwen. Er zitten gaatjes in. Die gaatjes die zitten in een patroon dat uniek is voor ieder orgel. Dus boeken die gemaakt zijn voor dit orgel, die kan je ook alleen op dit orgel afspelen. Nergens anders ter wereld. En ja, als je die gaatjes dan op de juiste manier en de juiste volgorde zet, dan kan je bijna ieder nummer dat je maar wil maken. Nu ben je geloof ik ook voor ons aan de slag geweest. Ja, dat klopt. Dat hadden collega's van mij hadden een grapje gemaakt van je zou dit nummer moeten maken. En toen kreeg ik daarna een mailtje van jullie. En dan dacht ik, nou, dat is mooi, daar ben ik al mee bezig. Dit is dan wel een boek, dat heb ik thuis dus uitgetekend op de computer, het patroon. Dan kan ik het ook vooraf beluisteren, ongeveer hoe het gaat klinken. In het echt is het altijd iets anders. En dat stuur je dan tegenwoordig naar een machine. Die heeft allemaal bijtels op een rij. En die kan worden aangestuurd door een computer. Dus die kapt het eigenlijk automatisch voor je uit. Het duurt nog steeds heel lang. Het is een kostbaar proces. Het zijn kostbare materialen. En zoals ik zeg, het is maatwerk. Je kan het maar op één orgel ter wereld afspelen. Potverdorie, dat heb ik nooit geweten. Als ik naar een draaiorgel kijk, heb ik nooit geweten dat er zoveel werk in zit. Ja, dat denken veel mensen niet meer na. Veel mensen vragen, ja, waarom speel je niet moderne muziek? Ja, één nummer als dit. Dit is 3 minuten muziek. Het weegt een paar kilo. Het kost meer dan 100 euro om te maken. Dus je moet heel erg goed uitkiezen welke nummers je gaat doen. Want je wil er over 20 jaar nog steeds pret van kunnen hebben. Dat nog steeds wordt herkend door mensen op straat. Hoeveel gaatjes zitten hier nou in? Hier zitten 6.367 gaatjes in. En hoeveel dagen heb je eraan gewerkt? Heeft ongeveer 2 dagen geduurd. Fucking vet. Bring it on! Komt goed. Wat is zelf jouw lievelingsnummer? Ik denk deze. Het is Space Oddity van David Bowie. Nice. Ja, dit is het eerste nummer waarvan ik kan herinneren dat mijn vader het aan mij heeft laten horen. Die is vorig jaar overleden. Toen heb ik door een goede vriend van mij heb ik dit laten maken voor hem. Ik kon het zelf op dat moment niet. De ochtend van zijn overlijden heeft hij het gehoord, hebben we er samen naar geluisterd. En toen is het op zijn crematie nog gespeeld. Prachtig. Ja, ik kan het nog steeds bijna niet spelen zonder vochtige ogen te krijgen. Oh, lieverd. Oh, ja. Nou, dat is wel een hele bijzondere manier om... Ja, en elke keer als ik het speel, word ik er in de stad ook aan herinnerd. En het doet ook iets met de mensen eromheen, dat zie je toch. Mensen blijven stilstaan, het is heel erg mooi gemaakt. En ja, het brengt gewoon, het zorgt voor complete verkeersopstoppingen af en toe in het centrum. Dus dat vind ik ook heel mooi om te zien.